Universiteit van Nederland. Yeehaw! Deze aflevering zijn we met de Universiteit van Nederland op Lowlands en laten we het hele festival line dansen. Lowlands! Oeh, al die pasjes onthouden, dat is nog een hele opgave. Gelukkig krijgen we hulp van het duo Monique en Rosa. Zij zijn namelijk taalwetenschappers? Huh? Wij denken dat taal ontzettend handig is als je nieuwe dingen wilt aanleren. Dus ook line dance pasjes. En mede daarom krijgen alle moves die onze dansers moeten leren totaal random, betekenisloze namen. Zoals bijvoorbeeld de gol. Dan doe je eerst een lasso. En daarna ga je met je heupen heen en weer. En de volgende move is de zam. Dan doe je eerst een stapje naar voren, een stapje naar achter. En dan tik je aan elke kant je hoed aan. De gol, de zam. Kijk, die woorden geven Rosa en Monique niet voor niets. Iedereen weet natuurlijk dat we taal gebruiken om te communiceren, om met elkaar te kunnen praten en om elkaar te kunnen begrijpen. Maar taal speelt eigenlijk een nog veel grotere rol voor ons denken. Het is namelijk zo dat de woorden die we gebruiken ook echt een invloed hebben op hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en interpreteren. En een voorbeeld is de kleur blauw. In een taal zoals het Nederlands of het Engels of het Duits gebruik je gewoon het woord blauw. En dat kun je toepassen op verschillende soorten blauw, licht, donkerblauw. Het maakt allemaal niet uit. Maar in een taal zoals het Russisch of het Grieks heb je echt twee aparte woorden voor licht en donkerblauw. Dus deze sprekers moeten telkens als ze het over die kleur hebben dat onderscheid maken. Er is geen generiek woord voor blauw. Je moet altijd specifieker zijn. En je ziet in experimenteel onderzoek dat ze ook dat verschil tussen die tinten blauw beter kunnen waarnemen. Dus taal heeft ook echt een invloed op hoe je de wereld ziet. Er is ook interessant onderzoek gedaan naar kleine talen in het noorden van Australië en Mexico. Daar heb je geen woorden voor links of rechts. En hoe die mensen zeg maar, de locatie van objecten of mensen in de wereld om hen heen beschrijven is door middel van windrichtingen. Dus als je die mensen zou vragen, waar is de wc? Dan zouden ze jou heel precies kunnen vertellen of dat nou in het noordoosten of het zuidwesten is. En dat is eigenlijk best wel knap, want deze mensen weten dus eigenlijk ten alle tijden waar ze zich bevinden, waar het noorden is, waar het oosten is, et cetera. Ik kan mezelf dat absoluut niet voorstellen. Ik weet zelf nooit waar het noorden of zoiets is. De enige plek waar ik het wel weet is in Amsterdam, omdat ik weet waar het pontje naar noord gaat, bijvoorbeeld. Waar voor de rest... Nee, ik zit even te kijken. Nee, ik heb geen enkel oriëntatiepunt, dus nee. Dit soort onderzoeken laten zien dat taal behoorlijk veel invloed heeft op de waarneming van de wereld. En bepaalt dus ook welke dingen in je geheugen geprint staan. Doordat er dus bewijs is dat je door taal dingen beter of scherper kan waarnemen, daardoor denken wij dat taal ook kan helpen bij een leerproces. Woorden zouden dus zomaar een lifehack kunnen zijn in het leren van nieuwe dingen. Toch is dit nog nauwelijks onderzocht. En dus heeft Rosa een experiment verzonnen om dit eens goed te testen. Met random woorden leren line dansen. De eerste reden is dat line dance natuurlijk vrij makkelijke dans is. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar tango of salsa of samba, dat is echt best wel moeilijk en ingewikkeld om te leren. En line dance is eigenlijk, iedereen kan dat wel een beetje, gelukkig. Dat zien we hier ook, mensen doen het best wel goed. En eerlijk is eerlijk, het is ook een beetje Rosa's guilty pleasure. Dat was natuurlijk vroeger niet cool, maar nu begint het eindelijk een beetje cool te worden. Dus ik dacht, ik pak een kans en ik maak er een line dance experiment van. Wij hebben er zin in en roepen heel Lowlands op om mee te doen. Hallo! En welkom bij de Yeehaw Lowlands Line Dance. We gaan los. Het experiment vindt plaats in de enige echte saloon van Lowlands. Er liggen strobalen voor de ingang. Er hangen overal paardenposters die ik uit de penny heb geknipt, heb ik opgehangen. Als je binnenkomt kan je je verkleden. Dan kan je je omtoveren tot een echte cowboy of cowgirl. Ja, het is een groot westernfeest. Je leert steeds twee pasjes die samen een duo vormen. En dat duo heeft een naam. Zoals dus die gol en de zam. Je moet het eigenlijk zo zien. Stel je bent bij een Taylor Swift concert en ze roept... When I say Taylor, you say Swift. Taylor, Swift. Dat roept iedereen dan. We doen dat, maar dan met bewegingen. Dus als ik in mijn handen klap, moet jij een rondje draaien. Dat is het idee. Je krijgt telkens het eerste pasje van het duo te zien. En jij moet onthouden welk pasje daarop volgt. Dus Rosa zwaait met de lasso en jij weet dat je daarna met je heupen moet zwaaien. Om goed te kunnen vergelijken of woorden daadwerkelijk helpen om de pasjes beter te onthouden, deelt Rosa de deelnemers op in drie groepen. Dus die drie groepen leren precies dezelfde pasjes, maar die krijgen andere leermethodes. De eerste groep leert de danspasjes aan de hand van die random woorden. De gol, de gam, de zol en de zam.
De tweede groep leert de pasjes met behulp van handgebaren. Eentje is een vinger omhoog, eentje is een gebalde vuist. Eentje is je wijsvinger en je duim uitsteken. En de ander is alleen je duim uitsteken. En de derde groep? Krijgt helemaal niks. Dus je ziet geen label voor die pasjes. En dat doen we zodat we daarna kunnen kijken of er een verschil is tussen die groepen in hoe goed ze die pasjes hebben onthouden en hoe goed ze het ook hebben uitgevoerd. Al die verschillende dansers hebben geen idee in welke groep ze zitten of wat er precies getest wordt. Dat is geheim. En voor die drie condities hebben we ook drie kleuren hoeden. Dus dat is ook grappig, dat weten onze proefpersonen eigenlijk niet. Wat het betekent dat de ene rode hoed op heeft en de andere een bruine. Maar dat is voor ons een manier om te weten hoe ze dit nou geleerd hebben. Dat kunnen we later op de video dan ook terugzien. Grappig toch? Ja. Terwijl onze deelnemers de tijd krijgen om te oefenen met Rosa, legt Monique uit waarom zij denken dat namen als school en de zam ervoor zouden kunnen zorgen dat jij die pasjes beter onthoudt. Wat dus heel handig is aan taal, is dat je een vrij compacte beschrijving, een label, zoals boterham smeren of veterstrikken, kan gebruiken om die hele aaneenschakeling aan handelingen uit je geheugen op te roepen. Dus het is een soort van cue voor je geheugen, waarmee je eigenlijk direct weet wat je te doen staat of wat je te wachten staat. Dus als ik tegen jou zometeen zeg, nou, ik ga even mijn tanden poetsen of ik ga even douchen, dan weet je eigenlijk precies wat ik ga doen. Dan weet je precies welke stappen ik moet doorstaan, zeg maar, om die handeling uit te voeren. Zo kan één woord een hele reeks aan ingewikkelde handelingen in gang zetten. Het woord routine. Zelfs iets simpels als een boterham smeren. Als je erover nadenkt, er zijn heel veel stapjes mee gemoeid. Je moet de dingen in een bepaalde manier uitvoeren. Je hebt een mes nodig, een pot pindakaas, een snee brood. Je moet eerst de pot opendraaien. Dan moet je je mes oppakken. Dan moet je je mes in de pot steken. Dan maak je smeerbewegingen. Nou, dat zijn allemaal handelingen die je uit moet voeren in die bepaalde volgorde. Anders dan eindig je niet met een gesmeerde boterham. En ook als je volwassen bent, leer je elke dag nog nieuwe dingen. Misschien kunnen we woorden veel meer gebruiken om dat soort nieuwe routines onder de knie te krijgen. Monique heeft bijvoorbeeld een pop-up tent meegenomen naar Lowlands. Maar geen idee hoe ze die uiteindelijk weer in die tentzak moet krijgen. Volgens mij moet je hem eerst iets van dubbel vouwen en dan... Ja, nee, ik weet het serieus niet. Ik weet het echt niet. Wat kun je ermee doen? Ik weet het serieus. Zo dubbel en dan draaien of zoiets. Ik weet het niet. Misschien dat een woord als de flips of de floeps hierbij zouden kunnen helpen. En met dit line dance experiment willen Rosa en Monique dus bewijzen dat woorden en ons brein op die manier echt kunnen samenwerken. Onze line dancers hebben druk geoefend. De dansers nemen plaats op het podium voor een professionele vakjury. Daar worden ze op meerdere punten beoordeeld. Dus of ze het goede pasje doen, of ze het op tijd doen, of ze het op de maat doen, ja, dat soort dingen. En alles wordt gefilmd ook nog, dus we kunnen terugkijken. Plus mensen doen een toets nadat ze klaar zijn over of ze nog weten hoe het pasje heette. Of in welke volgorde ze kwamen en dat soort dingen. Dus we hebben een soort van twee manieren. We hebben die toets en die filmpjes om te kijken hoe mensen het doen. Tijd voor de show. Yeehaw! Deze krijgt een 10. Sommigen doen het echt goed. Oh man, kijk, deze dansers die lijken net echte cowboys. En sommige mensen zijn gewoon niet echt dansers en dat is oké. Ja, een beetje struikelen, dat hoort er nog wel bij. Ik bakte er zelf helemaal niks van, dus ja, ik heb echt twee linkervoeten volgens mij. Dus, ja, de ene danser ging het net wat beter af dan de ander. Ik ga denk ik hier mijn sport van maken, ja. Oei, daar gaat een danser eventjes de mist in. Nee, er is niks blijven hangen. Dat is denk ik ook echt knap, denk ik. Het zit erop. Na 3 dagen dansen hebben Rosa en Monique heel veel beeldmateriaal verzameld van honderden dansers. Spoiler, wetenschap duurt lang, dus we hebben nog geen eindresultaat. Ik denk nog wel een jaar. Volgens jou Lowlands kan ik jullie vertellen wat het resultaat is. Of taal echt helpt bij het aanleren van nieuwe dingen. Nog even geduld dus. Maar goed, als je erover nadenkt dat de mens pak een beet 300.000 jaar op aarde leeft en we in al die tijd nog nooit echt hebben vastgesteld of woorden ons helpen bij het leren van moeilijke routines, wat is dan nog een jaartje extra? En Monique, mocht je in die tussentijd je pop-up tent moeten opvouwen, dan doe je eerst gewoon even de plips en dan de floeps en dan hoef je hem alleen nog maar te floffen. Tot de volgende!